Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Sport zonder doel is zinloos. Tijdens al die eindeloze uren op de fiets, in de kou, de regen en de wind, het doel drijft je vooruit. Nick van der Leijken heeft een doel. Birgit Lafrijse ook. Het is geen geheim, want het staat op internet. Prof worden, zegt Nick in een interview. De wielertop halen, schrijft Birgit op haar site. Hoe moedig is dat? En hoe noodzakelijk ook, want je kunt je doel pas bereiken als je durft uit te spreken. En je nek durft uit te steken. De eerste stap is gezet. Ik ben 19 jaar, ik doe aan wielrennen sinds mijn 13e en ik heb vorig jaar een contract getekend voor 2 jaar bij Rabobank. Ik ben Birgit Lafrijse, ik ben 19 jaar en ik fiets sinds 2002 en ik heb net een contract getekend bij Dolmans Landscaping. Ik heb eigenlijk sinds mijn 12e eigenlijk een passie voor wielrennen gekregen. Sindsdien ben ik dag en nacht met wielrennen bezig. En dat is mijn lust en mijn leven. Ja, ik vind wielrennen hartstikke leuk. En ik zit 6 dagen in de week op de fiets om te trainen. En 1 dag in de week is eigenlijk een beetje verplichte rust. Ja, en anders zou je denk ik die dag ook nog op de fiets zitten. Ja, ik rijd dan nu bij het Rabobank opleidingsteam. Dat geldt eigenlijk dat je wordt opgeleid om tot een goede prof te kunnen worden. Dit jaar heb ik eigenlijk een heel constant seizoen gedraaid. Ik heb zeker wel een grote stap weer gemaakt dit jaar om volgend jaar weer proberen weer een stap te maken. En dan te laten zien wie ik ben. Ik studeer geneeskunde in Rotterdam. Daar gaat ook heel wat tijd in zitten. Je moet eigenlijk de perfecte balans vinden tussen studie en sport. Want ja, als je iets te veel aan je studie doet, dan leidt je sport eronder. Maar als ik iets te veel aan mijn sport doe, dan leidt mijn studie eronder. Dus. Hey, nee. Zullen we die kant op gaan? Ja. Wielrennen is een sport waarbij je 10 jaar trainingsleeftijd nodig hebt. En je moet 10 jaar beulen voordat je op dat niveau komt. Ja, en in die 10 jaar heb je in Nederland van alles hoor. Je school moet af, dit moet, dat moet, zus moet. Alle leraren zijn vrouwen op de lagere school en op de kleuterklas die zeggen van je moet braaf je handwerklesje maken. En sporten, dat is, dat is vies. Dat is echt een chaos op dit moment. Je bent aan de goden overgeleverd als sporttalent in Nederland. Dat is echt heel bar. En in Zeeland zijn er best veel jongens die fietsen. Met name de Vereniging Middelkamp, die heeft een grote lichting wat we dan tegenwoordig noemen belofte. Maar die jongens die staan aan het begin van het jaar in februari allemaal te trappelen op dat podium om de kleding in ontvangst te nemen. En allemaal hebben ze het goede voornemen. Maar als dan aan het eind van het jaar de slotkoers gereden wordt in Kieldrecht, ja, dan zijn er al heel veel, die zijn er maanden gestopt. Ik vind mezelf niet het talent van Zeeland. Het is ook lastig om dat van jezelf te zeggen. Ja, er zijn natuurlijk genoeg anderen die ook gewoon goed rijden. Het is en blijft natuurlijk altijd een beetje beperkt in Zeeland. Dat je, de koersen zijn te ver.
Ja, je moet altijd veel steun hebben van familie. Want als je al bij de jeugd wil beginnen, je ouders zullen toch mee moeten naar de koers. Want zelf ga je er niet zomaar komen. Dus, nou ja, als die ouders al niet willen, dan houdt het op, hè. Ik ben jaloers op Nick zijn sprint. Ik kan zelf totaal niet sprinten, maar dat kan Nick zeer zeker wel. Ja, dat is best een lastige vraag. Ik denk de tijdrit. Ze kan een goede tijdrit rijden. Vorig jaar haalden ze nog podium op de NK tijdrijden. Ja, dat zou ik ook wel van kunnen dromen om dat te doen. Nick van der Lijken. Dat is een jongen die heeft als nieuweling en als junior heeft hij gewoon goed gepresteerd. Nou, dat is niet onopgemerkt gebleven. Want het Continental Team van de Rabobank heeft gezegd, jij verdient bij ons een kans. Nou, en in zijn eerste jaar doet hij het gewoon goed. Hij rijdt vooral grote koersen. En dan zie je ook dat hij zich toch tussen de grotere jongens weet te handhaven. Birgit Lafrijsen bij de meisjes, die goed, die is in de selectie, die rijdt in het buitenland. Kan ook wat, die zal het allemaal nog waar moeten maken, want die is nog jong. De vraag is, kan dat samen gaan, studie en fietsen? Of maakt ze de keuze voor alleen het fietsen? En ja, dan wordt het natuurlijk ook weer heel erg moeilijk. Want als je alles op het fietsen zet, ja, dan moet je het echt ook wel maken. Hij heeft bij de junioren heel veel laten zien dat hij over heel veel talent en karakter beschikt. Hij had een opa die goed was bij de profs. Volgens mij heeft hij daar wel iets van meegekregen. De eigenschappen die nodig zijn voor om een goede coureur te worden, die heeft hij. En hij is ook bereid ervoor te trainen en ervoor te leven. Want een goede wielrenner is niet alleen veel voor te doen, maar nog meer ervoor te laten. En ik heb de indruk dat bij Nick van der Lijken allemaal aanwezig is. Ja, het liefst wil een wielrenner natuurlijk in een van de grote rondes rijden. Ja, met name dan de Tour, maar mij maakt het eigenlijk helemaal niks uit welke ik zou kunnen rijden. Ik vind ze allemaal even mooi. Zijn de, bijvoorbeeld de Dauphiné Libre, Ronde van Zwitserland. Al dat soort koersen zijn ook gewoon hele mooie koersen als je daar gewoon mee kan doen. Ik wil graag de Ronde van Vlaanderen een keer rijden voor de vrouwen. Het mooiste zou zijn om die te winnen, maar dan moet je ook wel echt van goede huizen komen. De Giro voor vrouwen, dat lijkt me ook echt een hele mooie wedstrijd. Ja, en verder, ik wil naar de Olympische Spelen. Ik hoop dat ik over een jaar of 10 van het fietsen kan leven. En als ik dat niet kan, dan denk ik dat ik in de schoolbanken zit om arts te worden. Ja, je kan nou wel een talent zijn, maar je moet het nog steeds waarmaken. Als je over 2 jaar het leuk genoeg vindt geweest en denkt ik ga studeren, wat heb je er dan nog aan? Je moet overeind blijven. Je moet ervoor blijven leven. Dat zal voor mij geen probleem zijn, maar het is vooral alles moet meezitten. Ja, twee koersen winnen of 5 en denken dat je er bent, dat is vreselijk gevaarlijk. En juist in deze tijd is het veel moeilijker om door te breken, omdat helden worden gemaakt, maar ook weer afgedankt op het moment dat ze 3 dagen niet presteren. En wat is je hartslag? 171. Hoog. Mevrouw, Jan Raas? Jan Raas, kent u die? U weet niet waar die is? Hij moet hier wonen. Ik zou het niet weten, sorry. Maar ik woon hier nog maar 2 jaar, dat scheelt misschien. Mannen, ik ben op zoek naar Jan Raas. Is die ergens? Wil je het unieke met je kop in de wind wielershirt winnen? Ga dan snel naar www.omroepzeeland.nl en doe mee.